Wie was de beste wijkreporter van 2016? En welke junior reporter maakte het leukste filmpje? Je kijkt naar de verkiezing van beste reporters 2016 uit Jij in de Wijk. De genomineerden voor beste junior reporter 2016 zijn... Baher en Sekar, met een filmpje over de fietsstraat in Boswinkel. Want hier heb je heel vaak fietsers die langs fietsen, zoals daar. En auto's moeten hier heel voorzichtig zijn, want het kan dat er best wel vaak ongelukken gebeuren, doordat ze niet opletten. En zoals er ook op het bord staat, auto's zijn hier te gast. Dus bestuurders, goed opletten. Joshua, hij checkte de voorzieningen in Stadsveld. Winkels hebben we in Stadsveld ook genoeg, met een mooi winkelcentrum. Dus genoeg voorzieningen hier in Stadsveld. En de laatste genomineerde junior reporter is Eline, met haar duurzaamheidsfilmpje uit Strooingslanden. Een kapotte wasmand, want ik zou niet bij het restafval doen. Restafval. Dat is waar. Je hebt het heel goed gedaan. Wat mij heel erg opviel bij deze quiz is dat vooral de eerste vraag de hele tijd werd fout gedaan over het glas. Hij moet bij het restafval. En we gaan door met de genomineerde voor beste wijkreporter 2016. De eerste genomineerde is... Danielle met wijkagent Benny bovenop de watertoren van de Bothoven. Benny en ik die zoeken het vandaag iets hoger op voor de aftrap van één dag niet. Wij staan nu in de hoogwerken van de brandweer. En zoals jullie een beetje kunnen zien... Even bijdraaien, maar daar staat hier onze knapper. Onze knapper die ons de lucht in heeft gebracht. Gerben en Henk over de stoplichten op de Wesseler-Brinklaan. Hij vertelde dat het verkeersaanbod op de kruising regelmatig zo gering is dat de mensen vaak onnodig staan te wachten voor het rode licht. Nou, ik vind het op zich geen goed idee, want hier heb je ook heel veel schoolgaande kinderen. Dus ze rijden hier heel hard hier op de Wesseler-Brinklaan. Dus verkeerslichten is een stuk veiliger voor de kinderen en voor ons als buurtbewoners. En de laatste genomineerde voor beste wijkreporter 2016 is Lieneke. Zij fietste van Lonneker naar Enschede. Wil je van Lonneke naar Enschede fietsen, ga dan via de Oldenzaalse straat. Dit is veiliger en sneller. Stemmen kan nog tot zondag 22 januari op de Facebookpagina van Jij in de Wijk. Succes!